Goedemiddag, ik ben Piet Vu, journalist en ambassadeur van Pride Amsterdam. En vandaag ga ik in gesprek met drie jonge LHBT'ers van Chinese afkomst. Met hen ga ik het hebben over onder andere hun coming out en hun ouders en de band daarmee vooral. Ook is er muziek van Robert Orvalo. Maar eerst ga ik een beetje vertellen over waarom ik überhaupt deze talk zo graag wilde maken. Ook, ik vertel ook even aan jullie. Want ik stond ooit met Pride op een foto-expo en daar zag ik heel ontroerend een foto van twee Singaporese ouders op Pride. En ze hadden toen een bord vast en er stond op I support my son, I love my son. En toen moest ik wel echt een beetje huilen. Vooral omdat mijn eigen ouders die accepteren mijn seksualiteit nog niet. En toen dacht ik vooral, wauw, dit kan dus wel gewoon. Dat Aziatische ouders dus gewoon meelopen op een Pride. En dan dus wel bijvoorbeeld met hun kinderen over dit onderwerp praten. En toen dacht ik bij mezelf, dit bestaat. En ik ben super blij dat deze mensen er zijn. En daarom dacht ik, ik ga zelf gewoon op zoek naar zulke mensen. En vandaag heb ik dus gelukkig drie hele verschillende gasten gevonden die wel door hun ouders worden geaccepteerd. En daarom wil ik het gewoon heel graag met jullie hebben over dit onderwerp. Ik ga jullie eerst allemaal even voorstellen. We hebben hier aan mijn rechterkant hebben Sarah Wong, 24 jaar, art director en copywriter, geboren en getogen in Groningen en woont nu in Londen. Daarnaast hebben we Kailong Cheung, een assistent professor aan de Brunel University in Londen ook. In gezondheidspsychologie, geboren getogen in Enschede en woont dus nu inderdaad Nel Sarah ook in Londen. En dan hebben we aan de overkant Claire Tsou, 25 jaar, schrijver en creatief producent en woont in De Bilt. Klopt dat? Ja. Ja? Oké. Ik denk dat de eerste vraag vooral vanuit mij komt. Want ik heb zelf het gevoel dat mijn ouders vanuit hun Chinese achtergrond het heel erg moeilijk hebben met alles wat dus niet hetero is en niet cisgender. En ik dacht, nou, we beginnen gewoon gezellig bij Sarah. Waarom lijkt het dan voor Chinese ouders zo anders dan voor niet, nou, laten we zeggen voor West-Europese ouders? Ik denk dat het grote verschil is met Nederlandse ouders en Chinese ouders, de belevingswereld. Want onze ouders, ik spreek voor ons, maar de ouders die wij hebben als zeg maar kind van immigranten, die komen uit een land waar toen der tijd nog heel veel armoede was. Dus er was een hele andere belevingswereld. En ze kwamen hier om eigenlijk een betere toekomst te vinden voor zichzelf, maar ook voor ons. Dus die hele cultuur van ja, alles wat anders is eigenlijk buiten werken en geld verdienen, dat was er gewoon niet. Dus ja, alles wat buiten wat zij kennen valt, dus ook homo zijn of lesbien of whatever, wat je ook bent, dat is er gewoon niet. Dus het is niet per se denk ik dat het niet wordt geaccepteerd, maar het is gewoon een hele andere wereld die ineens opengaat. En dat heeft gewoon tijd nodig, denk ik. Hoe maakt het jou dat duidelijk, zeg maar, die andere wereld? Oh, dat was heel duidelijk van kleins af aan. Dat stel je zag iemand lopen op straat en dat was al een nicht. Dan was het heel duidelijk van, oh, die persoon is anders, dat is slecht. Of dat kennen wij niet. Of als je dan bijvoorbeeld een vrouw had die heel mannelijk eruit zag. Dan was het van, oh, die is anders, dat is ook weer raar. Dat is iemand die geen man kan vinden, dat is iemand die geen vrouw kan vinden. Mm-hmm. Want dat snapte ze gewoon niet. En waarom is het dan, denk je, zo belangrijk voor jouw ouders geweest dat je dan wel op dat pad blijft? Ik denk dat heel veel te maken heeft met gezichtsverlies, eergevoel ook. Voor de buitenwereld ook vooral. Want je wil het perfecte plaatje zijn naar de buitenwereld. En zodra je anders bent, dan heb je gefaald als ouder misschien. Ja. Dat moet niet kunnen, nee. Hoe was het bij jou, Kai? Ja, ik herken dat wel heel veel. Ik denk inderdaad die migratie, dat ze naar Nederland zijn gegaan. En ik denk dat ze daardoor ook vast zijn gaan zitten in de tijd. Dus de normen en waarden die ze toen hadden meegenomen, dat geldt nog steeds. En dan ze hebben nu beperkte invloed van zowel de Chinese wereld als de Nederlandse wereld, omdat ze vooral in Nederland in een bubbel zitten. Dus die normen en waarden, die homofobe gedachten die ze al hebben, versterken ze elkaar en houden ze in stand. En dus je bedoelt eigenlijk dat zij de mentaliteit van toen zij migreerden vanuit China, daar hebben ze eigenlijk gehouden. Terwijl, nou, laten we zeggen dat China, dat is natuurlijk ook al, daar is het ook al 2021. Ja. Dus dat zij dus eigenlijk wat dat betreft nog steeds anders denken dan
vul ik het een beetje te veel in? Of, Ja, precies. Dus ik denk dat, dat ze beperkt invloed hebben van mensen buiten hun Nederlandse-Chinese bubbel. Dus er komen niet zoveel mensen meer tegen in China, ook niet zoveel mensen in Nederland, omdat ze alleen maar met elkaar communiceren. En ja. Daardoor is het ook lastig om mee te gaan met de tijd, denk ik. En inderdaad, de buitenwereld is heel belangrijk. Ik denk dat daar meer de nadruk op ligt dan bij misschien de westerse mensen. Want ik denk dat zij denken dat geluk vooral te vinden is door externe validatie. En ze willen het beste met hun kinderen. En ze denken dat hun kinderen gelukkig worden met externe validatie. Ja. Jij knikt ja, Claire? Oh ja, nou, succes, materieel succes en... Ja, gewoon aanzien in de Chinese gemeenschap ook. En ja, en als je daarvan afwijkt, dus je bent LHBT, ja, dan ben je gewoon minder succes of minder een ideaal beeld. Is dat heel anders dan bij Nederlandse gezinnen? Denk je? Nou, ik denk zeker met de migratiedruk ook. Van, je hebt natuurlijk, ik heb dan ook familie in China, die mijn moeder moest dan ook indruk op hen maken, zeg maar. Dus je had vooral een hele succesvolle zoon nodig. En ik was een zoon. Niet meer, maar... Ja. Ja. Maar wat zeiden ze dan bijvoorbeeld, ja? Tegen de familie? Nou, dat... Alleen, ze hadden het alleen maar over hoe goed ik het op school deed, bijvoorbeeld. Niet over of ik depressief was, of weet ik het. Ja. Maar ja, alleen maar de mooie dingen vertellen. Dat, ja. Ik wilde het ook heel graag over jullie coming-out verhalen hebben, want ik moest zelf tijdens vorige gesprekken wel al een klein beetje tranen, dus misschien dat het nu ook gaat gebeuren. Ja, Sarah, wil jij daarover beginnen? Want ja, vertel even, hoe ging dat? Want ik kan me voorstellen, bij mezelf vond ik het... Ik heb jaren gewacht tot ik zelf uit de kast kwam, en omdat ik zelf wist dat ik ze bijvoorbeeld ging teleurstellen. Maar jij hebt wel een moment gekozen, namelijk een maand geleden pas, toch? Klopt dat? Ja, ik denk inmiddels anderhalf maand geleden. Ja. Ik zal het kort houden, want dan zitten we hier morgen nog. Maar het was vlak voor een deadline. Ik was aan het editen. En op een gegeven moment dacht ik gewoon, dit is het moment. Dus ik facetimede mijn moeder en ik zette die telefoon hier neer. En toen ik haar zag, ik zat in Londen, zij in Nederland, in Groningen. Toen ik haar zag, de eerste seconde huilen. Ik kwam niet uit mijn woorden, ik moest gewoon huilen. En ik zei, mam, ik wil je iets vertellen en... Je gaat het niet gelijk accepteren, maar je hebt tijd nodig en ik hoop dat je die tijd ook neemt. En toen zei ik gewoon, iedere keer als jij wil dat ik ga trouwen met een man of een vriend voorstelt aan mij. Dat gebeurde vaker de laatste tijd. Dus dat heeft waarschijnlijk ook gewoon getriggerd. Dan reageer ik best wel fel, zei ik tegen haar. En de reden was, is omdat ik niet op mannen val, maar op vrouwen val. En alles wat ik wilde zeggen, alles wat al jaren in mijn hoofd zat, dat kwam er gewoon uit. Gewoon heel rationeel monoloog. Ik zei gewoon van, het is iets wat ik niet kan veranderen. En ik hoop daardoor ook dat je het kan accepteren. En dat is ook de reden dat ik het wil vertellen en niet een dubbel leven wil leiden. Want ik wil ook dat wij closer worden. En dat ik jou als mijn moeder kan zien in plaats van een persoon die in mijn leven is en die mij wel formeel, zeg maar, support, maar ook niet support. Waarom juist dat moment? Je was aan het editen, zei je. En het was een soort, het voelt als een. Was het een tussenmoment of was het echt, ik ben hier naartoe opgebouwd? Ik denk dat dit een proces was van, als ik nu terugkijk, 8 jaar. Dus wel, ik wil financieel onafhankelijk zijn. Ik wil dat mijn ouders kunnen zien dat ik, behalve dat ik gay ben, gewoon een normaal succesvol mens ben. Dus toch wel dat. Ja. En ik zat in Londen en alles ging goed. Dat zagen zij ook. En misschien dacht ik toen op dat moment gewoon van, ja, waarom nog uitstellen? Want dat is ook weer een soort van laf of zo. Dus ik dacht gewoon, dit is het en ik ga het doen. En je sprak toen met haar in het Mandarijn, toch? In het Mandarijn. Ja, dus dat is al natuurlijk een heel groot voordeel. Dat je dus in je eigen taal wist je alle woorden voor... Ja, dat is denk ik wel... Ik had het ook niet eerder moeten doen, want ik had ook altijd die taalbarrière. En sinds de afgelopen jaren is mijn Chinees ook beter geworden op het niveau dat ik gewoon... uit de kast kan komen in het Chinees. En dat heeft ook echt wel geholpen in het, ja, het, op dat moment, maar ook het proces erna. Want het duurde wel even voordat mijn beide ouders het accepteerden. En ik denk stiekem nog steeds dat ze hopen dat ik kan veranderen. Maar iedere keer ben ik... We gaan het straks over je acceptatie hebben, de acceptatie. Maar hoe reageerde je moeder? Zeg maar, hoe was dat? Verward. Ze vroeg gewoon, wat is er gebeurd? Ben je gekwetst door een man? Is er iets gebeurd? Is het de kunstacademie? Is het de omgeving? Is het Londen? Wat is er gebeurd? Wat heb ik fout gedaan dat ik dit verdien? Dus de eerste week was heel erg dat, die verwarring. Tweede week wel meer naar mij toe komen van, oké,
ik wil het begrijpen. En hoe zit dat nou? Hoe werkt dat in jouw hoofd? Goeie vraag. Ik had er geen antwoord op, nog steeds niet. Als we het wisten hoe het werkt. En je vader, hoe ging dat? Mijn vader was er niet op dat moment, want hij is al wat ouder. Hij is in de 80. Dus ik had verwacht dat hij het juist niet zou accepteren. Maar de tweede dag belde hij mij op. Ik weer in tranen, hij weer in tranen. En hij zei, we zijn nu allemaal, iedereen is nu verdrietig. Maar je blijft voor altijd onze dochter, wat er ook gebeurt. En ik hoop nog steeds dat je kan veranderen, dat zei hij wel. Maar als je niet verandert, dan blijf je alsnog onze dochter. Mooi. Wat waren eigenlijk je verwachtingen toen je dit eigenlijk eruit gooide? Doemscenario's. Ja? Ja. Alles wat het ergste wat kon gebeuren. Alles in mijn hoofd. Gewoon dat ze me niet meer wilden spreken misschien. Vooral dat ze zouden denken dat ik egoïstisch was. Dus dat ik vanuit misschien mijn privileged positie denk, mijn leven is goed, laat ik even gay zijn. Ik verveel me, laat ik even gay zijn. Want ik wil iets anders in mijn leven. Daar was ik heel erg bang voor. En dat zei ik ook. Van, ik hoop niet dat je denkt dat ik egoïstisch ben. Want als ik het kon veranderen, zou ik dat natuurlijk doen. Niemand kiest ervoor om dit pad, dit moeilijke pad te bewandelen. Ja. Waarom zouden ze denken dat je egoïstisch hierover zou zijn? Misschien is dat een beetje vanuit mijn Chinese oogpunt. Maar ik denk dat je hebt die familieverbanden en je bent een dochter voor hen. Je bent verantwoordelijk voor je ouders. En zij zijn verantwoordelijk voor jou. Dus zij hebben in mijn ogen denk ik alles gedaan wat ze konden doen. Financieel, mij steunen. En wat ik daarvoor terug moet doen is een goede dochter zijn. En dit past er dan eigenlijk niet in. Dit klinkt dan alsof het dan een luxe zou zijn dat je dan het veroorlooft. En ze denkt van, oh ja, ik ben trouwens oké. Okay. Ja, ik verpest het hele, wat je zei, ideaalbeeld. Wat tot nu toe altijd goed ging. Ja, oké. Okay. En hoe ging dat bij jou, Kay? Ja, ook waar links, dat ze dachten dat dat door de omgeving beïnvloed kan worden. Ik was destijds heel erg fan van Tattoo, waar ik ook wat kracht uit haalde. Tattoo, de lesbisch popduo. Ja. Yeah. Die trouwens niet echt lesbisch zijn. mijn ouders dachten dus van dat ik door die image en met de interactie met hun fans misschien overgehaald kon worden om homo te zijn. En mijn moeder vroeg ook van, komt dat omdat je gekwetst bent door vrouwen of haat je vrouwen. Dus er was heel veel onwetendheid. En ik ben uit de kast gekomen omdat ik heb het eerst voor mezelf niet geaccepteerd. Ik denk dat het voor mij voornamelijk een journey is voor zelfacceptatie. Zodra ik het voor mezelf kon accepteren, kon ik het ook naar de buitenwereld vertellen. Dus ik was nooit bang dat mijn ouders me zouden verwerpen. Ik had altijd wel het vertrouwen in dat ze echt sales van me geven. Hoe oud was je toen ongeveer? 16 of 17. Maar ik kon het voor mezelf niet accepteren. En ik dacht dat ik het voor altijd een hetero bestaan zou leiden. Dat had ik keuze gemaakt. Dus ik kon het daardoor mijn ouders niet vertellen. Maar toen kreeg ik steeds meer het besef hoe eenzaam dat was. En ik kon niet meer stoppen met huilen. En op een gegeven moment was ik zo depressief dat ik dacht van, dit gaat niet verder. Dus het is af. Ja, iets eraan doen of uit het leven stappen. Dus ik dacht van, het gaat gewoon echt niet meer. Ik vertel mijn moeder. En sindsdien is er een stukje van zelfacceptatie gekomen. En vanuit daar ben ik gaan groeien. Ja, hoe is dat gegaan? Hoe heb je dat moment aangepakt? Het is niet gepland. Omdat het is gevoelsmatig. Wou ik nog dat voor altijd geheim houden. Maar toen, wekenlang of maandenlang begon ik steeds meer te huilen. Depressief te raken. En op een avond, besefte ik wat dat betekende. Ik kan het voor nu geheim houden, maar ik kan het niet voor mijn hele leven lang dat die gevoelens onderdrukken, want dat hou ik gewoon niet vol. En dan kon ik beter niet leven, had ik het idee. En dus toen dacht ik, oké, je kunt maar beter iets. Ik vertel het en we delen de schaamte en zien en kijken wat ik ermee moet. Ja, en hoe was dat moment? Zeg maar, was het een opluchting? Was het, hoe wist je wat je moest doen? Ik begon het gesprek met het huilen. En ik wist niet zo goed wat ik. Ja, toen zei ik van, ik heb een probleem, ik schaam me rot. En ik val niet op meisjes, ik val op jongens. En mijn moeder bleef heel kalm. Dus ze probeerde dat volgens mij voor mij sterk te houden. En heel veel vragen stellen. En tijdens het proces kwam mijn vader terug van het Chinese restaurant. En toen probeerde mijn moeder dan nog onder tafel te schuiven.
Maar toen heb ik ook meteen, toen ik het eenmaal tegen mijn moeder zei, had ik een beetje bevrijding. En toen heb ik ook tegen mijn vader gezegd van, dat ik homo ben. En toen ging hij op de grond zitten en zei van, hij beseft ook van, ja, dit kun je niet veranderen. Maar misschien moeten we er samen uitvogelen van hoe we hiermee dealen. Misschien wijkt het te veel af. Dus het gesprek was voornamelijk heel instrumenteel om te denken van, ja, hoe kunnen wij een oplossing bedenken dat jij het meest gelukkig wordt. En zij dachten nog dat geluk bij de externe validatie zit. Dus voornamelijk dat om de tafel schuiven. Ja. Ja. En hoe ging dat bij jou, Claire? Was dat ook, zeg maar, kwam er meteen de acceptatie? Tijdens mijn coming out? Ja. Ze dachten eerst dat ik in een fase zat, sowieso. Uiteindelijk mijn vader, die was best wel snel om, moet ik eerlijk zeggen. Want hij zei wel een keertje van dat hij het ergens had verwacht of zo. Of dat hij het ergens ook wel snapte. Natuurlijk na de eerste paar maanden dat het een fase was. Maar mijn moeder is ook religieus. Dus ik heb wel 3 jaar lang dat de demonen uit mijn hoofd moesten worden. Oh, wacht, laten we even een paar stappen terug. Want hoe was dat dan, zeg maar, om op te groeien in de beeld, zeg maar, als transgender? Met je ouders? Met mijn ouders? Nou, ik ben later verhuisd naar de beeld tijdens mijn studie. Maar mijn ouders hadden dus een afvalrestaurant in Utrecht. En het grootste deel van mijn jeugd dacht ik, oh, ik ben anders. Dus ik voelde me altijd al anders. Maar ik dacht, oké, eerst omdat ik Chinees was. Ik was de enige Chinees in de klas. Yeah. Daar werd ik ook voor gepest. Herkenbaar. En toen op de middelbare school stopte het uiteindelijk. En toen dacht ik, oh, ik voel me nog steeds anders. Waar komt dat door? Dacht ik dat ik homo was. En na een tijdje kwam ik achter, oh shit, nee, dat is het niet. Ik voel me eigenlijk gewoon een meisje. Dat was best wel heftig. Ik heb het ook heel erg lang binnengehouden, zeg maar. Daar ben ik ook eigenlijk de filmwereld in gegaan. Zeg maar, ik zag de film Brokeback Mountain. Was je toen? Toen was ik 13, 14 of zo. Brokeback Mountain. Ja, Brokeback Mountain. Gewoon ergens gepaard op internet. Ja. in die film, spoiler alert, het eindigt heel erg slecht. Ja, kennen jullie de film trouwens, Brokeback Mountain? Ik hoop het. Jawel. Okay. Nou, twee gay cowboys. Twee gay cowboys. Moeten het ook... In het geheim met elkaar. Uiteindelijk gaat de main love interest wordt doodgeslagen. Maar de hoofdpersoon... Hij heeft wel een reis doormaakt en hij eindigt wel alleen in een caravan en best wel eenzaam eigenlijk. Maar hij heeft wel vrede met zichzelf. En ik was toen best wel op een punt, eigenlijk ook voor mij was het of ik ga niet meer verder of ik ga voor wie ik ben. Dus ja, weet je, ik had letterlijk niks meer te verliezen. Dus ik wist dat mijn moeder religieus was, ik wist dat ze een restaurant hadden waar ik dan ook in moest staan, zeg maar. Ja. Ja, het kwam er gewoon letterlijk op een werkdag stond ik in de keuken en het kwam er gewoon uit. En wat zei jij toen? Ik of mijn ouders? Ja, wat zei jij toen? Ik ben een meisje, dat zei ik. In het Chinees dan. Ja. Dat was... was nog wel eerst even... Ze moesten me wel eerst serieus leren nemen. Dus ik moest wel best wel aanhouden van nee, ik voel me echt zo... Maar wist je hoe je moeder er überhaupt in stond, zeg maar, wat betreft trans? Ik wist sowieso dat ze het niet zou accepteren. Oké. Waaraan merkte je dat het niet geaccepteerd zou worden? Nou, ze was überhaupt al tegen homoseksuelen. Dus ik dacht, oké. En ze is religieus, dus... Ja. Kun je wat vertellen over het religieaspect? Want wat maakt het dan? Dat maakt het dus extra bovenop de cultuur van je moeder, zeg maar, dat het nog extra moeilijk zou gaan worden. In ieder geval, volgens de Bijbel, volgens haar Bijbel, is het, dus, je mag niet homo zijn. Volgens mij staat er niet iets specifieks in over transgender, dus dat zegt zij. Maar je bent wel geboren zoals God je wil. Ja, je kan het afzien. Je bent geboren als transgender, dus God wil mij zo hebben. Dus ja. Misschien dat zij dat ook nu zo ziet, hoor. Ik weet het niet. Maar wat was de eerste reactie? Ja, ik kan me voorstellen, daar in die keuken. Ja, van, wat zeg je nou weer?
gewoon verwarring. Sowieso verwarring. Ja. En ja, later pas, wanneer ze erachter kwamen, oh, dit houdt aan. Zij doet er serieus over. Ja. Maar wat heb je dan wat heb je dan moeten zeggen om je moeder ervan te overtuigen dat het zo is? Dat ze me serieus moest nemen? Ja. Nou, eigenlijk gewoon door te doen. Ja, nee, ik had wel het geluk dat ik op school, nou ja, weet je, ik was ook de outsider. Ik was nog steeds weer de enige Aziat überhaupt. Dan ook nog eens transgender, weet je, dus dan ben je echt een alien. Ja. Maar daar had ik wel een mentor bijvoorbeeld waar ik wel naar het kon komen. En ook transvisie had ik zelf ook contact mee. Dus ik had wel een plek buiten mijn ouders gevonden in Nederland, gelukkig. Ja. Ja, waar ik wel deze pad op kon gaan. En ook, ja, verder in kon komen. Ja. Maar mijn vader, weet je, die supportte me uiteindelijk wel. Hij zei, ja, je moet geen pruik kopen, je moet je haar uit laten groeien. Dat zei hij zelfs. Dus Dat vind ik heel bijzonder. Wanneer kwam dat moment? Niet zo, ik denk na 2 maanden ruzie of zo. Ja, dus dat is best wel cool. Ja. Van mijn vader. Maar had je dat verwacht? Ja, 2 maanden. Ik vind dat heel kort. Namelijk. Dat ik had het ook niet verwacht van mijn vader. Fijn, snel. Toch? Ja. Mijn vader die schildert. En dat is ook best wel een artistiek type. En ja, ik had dat niet verwacht. Wel heel blij mee. Maar ik merk wel dat zelfs met dat mijn band met mijn moeder closer is dan die met mijn vader. Ja. Want uiteindelijk na 2 jaar, nou ja, eigenlijk 3 jaar, best wel heftige jaren. Gaf mijn moeder me heel erg symbolisch op mijn 18e verjaardag een haarspeld. Oh ja, wacht, dit gaan we weer heel snel weer. Dus voor de tweede helft. Oh, help. Maar je vertelde net over, ik overtuigde mijn moeder door het gewoon te doen. Maar wat betekent gewoon te doen? Als in, vandaag ben ik Nou, ik gewoon, wist, oh, sorry. Ga door. Oh ja, ik wist al gewoon door die film ook van, weet je, I don't care, zolang ik als mezelf kan leven en ergens in, weet ik veel, zoals Heath Ledger of Jake Gyllenhaal, een van de twee. Nou, niet, ik kon niet dood eindigen. Oh, sorry. Dus, ik weet even niet meer wie er overleed. De hoofdpersoon die het overleeft uiteindelijk en zelfacceptatie vindt. Zeg maar, zo'n leven, ik zou er al tevreden mee zijn. Want ik begon al, weet je, mensen beginnen op gewoon op normaal niveau, weet je, op de grond. Ik begon in de Grand Canyon en ja, ik zou al fucking blij zijn als ik gewoon, ja, normaal op de grond sta, zeg maar. Op equal level sta. Ja. En dat is gewoon als mezelf. En al zou ik een, weet ik veel, een stom baantje ergens hebben, zolang ik maar als mezelf kan leven en vrij. Ja, dat was veel beter dan waar ik toen stond, weet je, in de kast. Dus ja, is dat. En dat heeft die film jou eigenlijk ook dus gebracht om te beseffen van dit. Ja. Zolang je maar als jezelf leeft, is dat al het minste wat je kunt doen voor jezelf eigenlijk. Ja, precies. Ja, okay. We gaan bijna naar muziek, als het goed is. Maar ik weet niet of de mensen al klaar zijn. Want we hebben eerst een liedje van Robert Orvalo. En daar gaan we straks ook mee afsluiten. Dus geniet ervan, zou ik zeggen. En als het regent gaan we terug. Rustig wachten op de regen. Dan mag ik weer op je rug. Niets houdt ons vandaag nog tegen. Neem me mee. Neem me mee.
naar de zee waar wij ooit waren. Maar als het regent gaan we terug. Dus wij wachten op de regen. In het zand op onze rug houden wij het water tegen. Het voert ons mee, het water voert ons mee. Naar de zee waar wij ooit waren. We weten allebei niet waar het water ons naartoe brengt, maar wel dat we er ooit al zijn geweest. We delen een verleden met de stil. Het water dat wij nooit hebben gevreesd. Maar als het regent gaan we terug. Dus wij wachten op de regen. Nu neem ik jou op mijn rug. Want niets houdt onze liefde tegen. Kom, pak mijn hand. Papa, pak mijn hand. Vol met zand van het strand waar wij ooit waren. Als het regent, als het regent. Dan gaan we terug. Dat was Robert Orvalo met Colin Meyer. Het is natuurlijk geen toeval dat zij hier spelen, want Robert is de partner van Kai. Kun je nog een beetje vertellen over de liedjes die jij vandaag gaat spelen? Oh, oké. Okay. Dit liedje is Stilte aan Zee. Dat is, gaat over een vader-zoonrelatie. En het gaat volgens mij om de heimwee naar een stukje geborgenheid en veiligheid. Die ze in hun jeugd hebben, maar door de externe omgeving. Bij zij dat opgroeien, bijvoorbeeld homoseksualiteit, drijven mensen soms uit elkaar. En dat wordt gerepresenteerd door de zee. Maar mensen kunnen ook weer naar elkaar toe groeien. En daar hebben beide mensen een hand in. Dus ja, mooi. Vandaag. Ja. We gaan nu naar het leuke gedeelte van de talkshow, namelijk over dat, de weg naar acceptatie. Want ik heb het zelf nog niet meegemaakt, dus ik hoop gewoon van jullie verhalen te vieren, zeg maar. Misschien kunnen we bij Kei gewoon beginnen. Hoe is dat gegaan? Want hoe is de band met je vader, die zit trouwens ook. Hoe is dat nu en hoe ben je daar naartoe gegaan? Het is een proces en we zijn nog steeds. Er komt geen einde aan, maar het is nu veel beter dan vroeger. In mijn jeugd, voor mijn hele coming out, was het best oké. Maar op een gegeven moment was ik zo in de knel met mezelf, was dat ik met mijn eigen shit, zeg maar, mijn eigen demonen. En toen, ja, ik moest mezelf verstoppen, ging mezelf isoleren. En dat heeft impact gehad op de relatie met mijn ouders. En dat was heel afstandelijk geworden. Ik hield iedereen op afstand. En sinds de coming out is dat niet heel veel veranderd. Maar sinds de coming out heb ik zelf veel meer acceptatie gekregen.
En door mezelf te accepteren heb ik ook het idee dat ik hun wereld kon verbreden. Dus ik nam hun eigenlijk bij de hand. Elke keer als ik mezelf meer accepteerde, probeer ik hun ook mee te varen op dat pad. Wat voor momenten zijn dat? Nou, de coming out zelf. Dus dan hadden we samen besloten dat het beter zou zijn om voor altijd vrijgezel te zijn, bijvoorbeeld. Dan hadden we een soort van agreement dat het beste is voor mezelf. Maar dan een paar weken later, sinds dat ik uit de kast ben gekomen, ging dat heel snel, dat proces voor mij van zelfacceptatie. Dus na een paar weken dacht ik, nee, dit is ook niet. Ik ga niet voor altijd vrijgezel blijven. Dus ja, op een gegeven moment. En ik mocht ook tegen niemand zeggen, want ze waren bang dat het impact kan hebben op mijn kansen en de carrière. Want dat waren ze heel veel mee bezig. En nou, op een gegeven moment, nou, ik ga het niet voor mezelf houden. Ik vertelde het aan andere mensen. En toen ik dat voor het eerst vertelde, ging mijn moeder gewoon gillen in de badkamer tegen de muren slaan. Dus dat vond ze heel lastig. Dus elke kleine stap van mezelf accepteren en ook daarna gedragen, kwam met heel veel moeite. Maar het verbaasde me dat ze, ondanks dat ze het zo moeilijk vonden, dat ze het wel heel snel accepteerden. Bijvoorbeeld, toen ik voor het eerst een vriend had, Bujak, een Turkse homo. De eerste reactie van mijn vader was, nou, dit vind ik echt niet acceptabel, dit wil ik niet. En mijn moeder vond dat ook vreselijk. En ze wilden er niet zoveel mee te maken hebben, volgens mij. Maar dan 1 week later kwam hij over de vloer en toen waren ze ook meteen verkocht. Dus ja, ze hebben maar 1 à 2 weken nodig om best wel te veranderen in hun attitude. Maar ja, elke stap was wel moeilijk voor hen. Ja, en hoe communiceerde je dat? Was dat gewoon in het Kantonees? Of? Ja, ik kan Kantonees spreken, maar het is heel beperkt. Dus daar hebben we ook de taalbarrière. Dat vind ik wel lastig, ja. Dus daar kreeg ik ook veel miscommunicatie. Het is allemaal, de nuance valt weg. Dus we hebben heel veel ruzie gehad. Dus ik denk niet dat de communicatie het heeft gedaan voor de acceptatie. Maar ja, louter het expliciet laten zien van wie ik ben. Dus een vriend meenemen. Elke keer als ze proberen te ontkennen dat ik homo ben, bijvoorbeeld, dat ze zeggen van, ja, als je later dan toch met de vrouw thuis komt, om te kriebelen, om te kijken wat ik dan zal zeggen, zou ik zeggen, nee, mama, ik ben homo, dat gaat niet veranderen. En ja, dus die nuance van communicatie valt weg, maar door heel expliciet duidelijk te maken dat ik niet kan veranderen en ja, ja ik ga het toch. En hoe gaat het nu? Je zegt het is een ongoing process, maar hij zit hier wel. Dus, ja, dat het is een ongoing process, maar ja. Ja, vlak voor de dood van mijn moeder in 2010 heeft ze het best wel geaccepteerd van ik. Ze heeft Bujak, mijn ex, toen omarmd. Ze heeft geld gegeven om oorbellen te kopen, eentje voor mij en eentje voor hem. Ja, dus zij heeft het wel geaccepteerd. Ben ik heel blij mee dat ik die closure heb. En mijn vader is, en die heeft nu meer dan 10 jaar de tijd gehad om het verder te accepteren. En het gaat nu wel. Gaat goed. We hebben vorige week nog een diner gehad met de familie, dus ook van Robert. En toen vroeg de moeder van Robert van, ja, vond je het eigenlijk heel moeilijk, de acceptatie van Keilong seksualiteit? En toen zei mijn vader nu van, nee, ik vond het niet moeilijk. Ja, ik ben toch niet ouderwets? Dus ja, dat laat zien hoeveel hij ook in de norm, van zijn perceptie van de norm veranderd is. Ja. Ik vroeg net van die taalbarrière natuurlijk, omdat ik wel met mijn ouders bijvoorbeeld best wel een grote taalbarrière heb. Dus zij spreken bijvoorbeeld niet 100% Nederlands en ik spreek niet 100% de, zeg maar, de stadsdialect van mijn ouders. Dus ik weet bijvoorbeeld gewoon niet de woorden voor coming out of homoseksualiteit of dat soort dingen. Dus, maar Sarah, jij hebt het wel gehad, toch? Want jij spreekt vloeiend Mandarijn nu, in ieder geval. Redelijk vloeiend inderdaad. En, ja. Ja, dat heeft heel erg geholpen, want wat je zei, die nuance en alle stappen waar je doorheen moet voor jezelf, om jezelf te accepteren. Je ouders moeten er ook doorheen. En zij moeten misschien 10 stappen verder dan waar jij vandaan komt. Ja. En want wij zijn wel opgegroeid in Nederland, wij weten wel, we hebben media, wij zien dat het er is. En voor mezelf heeft dat, denk ik, als ik terugkijk, ook wel 7, 8 jaar geduurd. Eerst bij mijn vrienden uit de kast gekomen. 2 jaar lang gedacht dat ik bi was, toch geprobeerd, geforceerd. Ik dacht, ik heb maar 1 guy nodig en dat is het. Ja. Hoeft niet heel veel te zijn, maar eentje die gewoon laat zien dat ik wel normaal kan zijn, dat ik wel gewoon een normaal leven kan leiden. In dat proces mezelf heel erg gekwetst, anderen heel erg gekwetst, mijn ouders heel erg gekwetst, want je bent niet eerlijk tegenover jezelf. Dus hoe kun je tegen anderen eerlijk zijn? Ja, wat jij net zei met die processen. Ik denk afgelopen half jaar merkte ik gewoon aan mijn lichaam, aan alles om me heen, dat
dat dat weg moest. Het blokkeerde me gewoon in mijn werk, het blokkeerde me in mijn relatie. En na die coming out besef ik pas van, wow, dat is zo'n last van je schouder. En ik dacht altijd, of ik deed altijd alsof dat niet zo was. En als vrienden dan vroegen van, ja, maar waarom vertel je dan niet aan je ouders? Want iedereen weet het, je broer en zus weten het. Het zijn alleen maar je ouders. Toen dacht ik nog van, ja, joh, ouders, joh, dat komt wel, dat maakt niet uit, op een dag. Maar nu, als ik terugdenk, dacht ik gewoon, nee, het had eigenlijk eerder moeten gebeuren. Want dan had ik zo kunnen leven, al eerder. Maar ja, ik ben blij. Ja, en hoe is dat nu? De band met je ouders bijvoorbeeld? Beter dan ooit. Ze zien mij nu denk ik echt als mens, als volwassen mens. In plaats van als een kind dat wij moeten onderhouden. En mijn moeder heeft denk ik ook mij leren loslaten, wat heel moeilijk is. Waarom? Ik denk, als moeder is het sowieso lastig om je kind los te laten. En al helemaal als migrantmoeder, want je hebt zo'n beeld van, ik ga naar een ander land en ik wil mijn kind alles geven. Ik ben hier soort van voor mijn kind en ik leef voor mijn kind. Niet als ze zelf geen leven heeft, zeg maar, met alle respect. Maar die band is gewoon heel anders. En ik verhuisde dus naar het buitenland vorig jaar en dat was voor haar al heel lastig. En na mijn coming out is er iets gebeurd, ik weet niet wat, maar ze belde mij op en ze zei, ja, ik moet een hobby zoeken. Wat nou als jij nu niet meer bent? Over 2, 3 jaar dan ben je nog steeds in Londen en ik moet een hobby zoeken. En toen dacht ik, oké, ze is er. Dat is haar manier van, is fine. Van, ik accepteer dit, ik heb tijd nodig, maar ik ben er. Zo. Ja. Ja, dat is wel echt snel gegaan, toch, bij jou, of niet? Want je zei, anderhalf maand geleden ben je uit de kast gekomen via... Ja, ik denk dat moeder een week nodig had. En het is nog steeds wel een proces, maar een week zei ze tegen me, ik kan nu niet met je bellen, ik kan nu niet met je praten, maar ik heb tijd nodig om het te verwerken. Dus heel volwassen ging ze er eigenlijk al mee om. Ja. En toen belde ze me en de eerste vraag die ze stelde was eigenlijk, heb ik jou weggejaagd? Heb ik jou weggejaagd naar Londen? Is dat de reden waarom je wilde verhuizen? En ik ben nog steeds niet over uit wat het antwoord is. Misschien komen we daar nooit uit. Ja. Maar ik stelde die vraag aan haar. Van, ben jij verhuisd uit China omdat oma jou te veel druk gaf? En toen was ze stil. Dus ik denk, onze band is closer dan ooit. Ik leer hen ook beter kennen als mens. En zij zien mij ook als volwassen persoon. We praten over leven, over liefde. Ze zien jou als iemand die dus eigenlijk lief kan hebben. Omdat je natuurlijk uit de kast bent. Had je daarvoor ook over... Nee, ze dachten altijd dat ik stone cold, nooit relaties, geen vriendjes. Ja, ze dachten, wat is er mis met jou? Waarom ben je zo? Ja. Nu ben ik een mens. Ze zien mij ook als mens. Ja. En waarom denk je dat het zo snel is gegaan bij jouw ouders? Ik heb heel erg mijn best gedaan in de periode dat misschien zij mij wilde wegduwen. Ik heb echt getrokken, dus ik heb ze iedere dag 2 keer gebeld. Wat ik daarvoor nooit deed. Maar 2 keer gebeld en gewoon verteld van, oh ja, ik was op date met deze meid, hier, deze foto. En dan een foto van een normale meid met lang haar en niet iemand die lijkt op een jongen, wat ze altijd dachten. Dus ik heb echt actief mijn best gedaan om hun beeld ook mee te nemen naar mijn wereld. En ook uitgelegd van, ja, nu in China, niet iedereen is gay, maar 10% is gay. Je hebt gewoon veel mensen. Dus zelfs advocaten zijn gay, zelfs doktoren zijn gay. Het zijn niet alleen maar gekke mensen van de kunstacademie. En daar heb ik echt wel bewust in geïnvesteerd. Dus ik heb ook mijn relatie uitgemaakt in die periode na mijn coming out. Ook gezegd van, ik wil nu focussen op mijn familie en mezelf. Dat ik dat gewoon soort van kan inhalen. En daar heb ik wel alle focus voor nodig. En dat is nog steeds wel een proces. Ja, het is niet van anderhalf week en het is nu happy ending. Dat niet. Ja, en je moeder had het ook meteen over hoe ze dan een lesbische vrouw zou kunnen herkennen, toch? Zei je? Ja, dat was denk ik 2 weken later. Dus dat was weer een volgend proces. En toen, ik had een foto gestuurd volgens mij van iemand van, oh, zij is oké, dat zou je niet zeggen, want jurk, lang haar. En zij zei, ja, maar hoe zie je dat dan? Wil je mij leren wat gaydar is? Hoe werkt dat dan? En toen zei ik, ik ga je over nadenken en ik geef je een antwoord volgende week. Maar als je op straat loopt en je voelt liefde tussen mensen, toch? Of het nou man-vrouw is, vrouw-vrouw, man-man, dat is het. Maakt niet uit of je man-vrouw bent. Je voelt gewoon dat mensen een connectie hebben. Ja. Maar je was niet bang dat zij dan kwamen met de good old redenen als gezichtsverlies? Of kun je dan wel kinderen krijgen, zei ze bij mij bijvoorbeeld. Dat soort redenen, daar kwamen ze eigenlijk helemaal niet mee. Dus. Ik had die al voorbereid. Want in mijn coming-out monoloog, noem ik het dan, had ik wel gezegd van, alles wat jullie willen voor mij,
dat kan nog steeds, want ik heb een Nederlands paspoort. Ik kan trouwen, het maakt niet uit of het een man of vrouw is. Ik kan kinderen krijgen, het maakt niet uit of het een man of vrouw is. Dus ik had mezelf al ingedekt. En zij kwamen zelf ermee van, maakt eigenlijk niet uit of je trouwt of niet, want het is maar een papiertje. Het is heel erg modern, denk ik, voor Chinese ouders om dat te zeggen. Van, je hoeft niet te trouwen als je maar gelukkig bent. Ja, heel, als in het individuele geluk staat ineens toch vooraan in plaats van achteraan. Ja, dat heeft wel echt laten zien dat de liefde tussen mij en mijn ouders, die was er meer dan ik had gedacht eerst. Kinderen moeten nog steeds wel komen. Daar zijn ze nog niet overheen, maar dat gaat goed komen. Ja, ja, mooi. En dat gezichtsverlies is geen issue? Volgende. Ik had wel gevraagd van, hoe wil je dat ik hiermee omga? Wil je dat ik het vertel aan, aan andere familieleden, aan mijn oma, die bijvoorbeeld nog in China is? En mijn vader zei zelf, in Chinees heb je gezegd, swin shi zi ran, go with the flow, je gaat mee met de natuur. En dat was zijn antwoord van, we hoeven niet te verbergen, we gaan gewoon, het gebeurt als het gebeurt. Het maakt niet uit wat andere mensen denken, dat zei hij ook. Dus hij zei, ja, op dat moment zei hij, het maakt niet uit wat andere mensen denken, ik ben blij dat ik het weet. En dat je eerlijk naar ons toe bent. En dat je niet meer hoeft te liegen naar jezelf en naar ons. Wauw, nice. Super lief. Ja, ja, heel snel gegaan en het had niet beter gekund, denk ik. Ja. Claire, jouw moeder wilde al met jou gaan shoppen, hoorde ik in een voorgesprek. Nou, wanneer shoppen? Nou, afgelopen woensdag zijn we samen lekker uit eten gegaan. Dus nou, dat is heel anders dan toen ik uit de kast kwam. Want hoe is het? Ja, hoe is de band nu al? Nu is het echt ook echt beter dan ooit. En, we gaan bijna iedere week gaan we uit eten. Gewoon kletsen. Ja. Ze wil nog steeds dat ik ga geloven, natuurlijk. Maar ze doet dat niet op een manier van dat ik verkeerd zit. Ja. Transgender zijn ze überhaupt geen issue. Ja, want hoe is haar relatie met de kerk dan nu eigenlijk? Ik merk wel dat... toen ik uit de kast kwam, was het voor mijn moeder wel eigenlijk best wel een keuze van of ik ga voor mijn dochter of, of voor de kerk. Want ja, gezichtsverlies, dat is een huge issue. Ja. En ik denk ook een van de grote redenen waarom ze ook echt de demonen uit mijn hoofd moest gaan bidden. Leg dat eens even uit, want ze kwamen dus letterlijk... Elke week kwamen ze bidden? Nee, ik weet niet meer hoe vaak. Misschien heb ik het geblokkeerd hoor, in mijn geheugen. Maar in ieder geval best wel vaak, ook met mijn tante. Want zij is vrouw van een dominee. Kwamen ze gewoon bidden van... haal alsjeblieft genees. Ze kwamen genees naast jou zitten en bidden. Ja, het was echt super agressief. Misschien dat ik toch een skill heb overgehouden aan geboren zijn in het verkeerde lichaam. Wat verschrikkelijk is trouwens. Maar ik kon een soort van mezelf out of body placen of zo. Zodat het, ik kon mijn emoties even wegleggen voor wanneer ik alleen was. Ja. Dus dat. En ik had gelukkig ook wel, weet je, buitenshuis ook wel een plek van oké, ik weet niet veel. En ik was wetenschappelijk opgevoed natuurlijk. Weet je, ik ging naar het gymnasium en daar die van... ja, religie is niks. Ja. Dus ik kon gewoon wel met een bepaalde afstand dat ervaren. Maar het deed natuurlijk echt heel veel pijn. Van, ja, mijn moeder die wil eigenlijk dat de echte ik verdwijnt. Voor haar, voor de zoon die zij zou willen, zeg maar. Of nou ja, de zoon die zij echt heeft leren kennen als haar zoon. Het is een grote stap van bidden dat je een jongen blijft naar... Elke week uit eten gaan met je moeder. Precies. En haar dochter. Hoe is dat gegaan? Hoe dat is gegaan met heel veel ruzies. Heel veel gesprekken. Ik denk dat het... Kijk, ik ben in een transitie gegaan. Maar volgens mij, voor mijn gevoel is mijn moeder dat ook gegaan. Mijn moeder heeft ook best wel een educatieve achterstand gehad in China. Mm-hmm. Dus ik... gelukkig kan ik wel Chinees spreken, dus ik kan wel een aantal dingen aan haar uitleggen en zo. Hoe het in Nederland werkt en dat het best wel echt, weet je... Je bent niet zomaar transgender. Het is echt wel iets medisch, zou ik zeggen. Of en dat dat gewoon in Nederland anders aan toe ging. En dat gaf, weet je, dat gaf wel een luik of zo into it. Op dat moment was ik ook helemaal niet bezig met hoeveel het eigenlijk haar kostte... Qua aan gezichtsverlies. Ja.
was ook veel te jong voor om dat te snappen. Maar langzaamaan is het toch wel meer mijn kant op gegaan. Waarom merkte je dat zij dan langzaam die acceptatiefase is ingegaan? Nou, kijk, het ding is een beetje, daarom schrijf ik hier ook een verhaal over. Maar mijn moeder is de oudste van 4 zussen. En zij is geboren vlak rond of vlak voor de eenkindspolitiek. En meisjes waren eigenlijk gewoon waarloos. Haar ouders wilden per se een zoon hebben. Daar komt het op neer. En zij was de oudste van 4 meisjes. Dus zij wordt door haar ouders uit school getrokken om voor haar zusjes te zorgen. Dus ze heeft best wel veel leed meegemaakt. Ook een van de redenen waarom ze in God is gaan geloven. Want die houdt wel van haar. Uiteindelijk had zij 2 gezonde zonen gekregen. Ja. Blijkt een van die gezonde, slimme zonen een meisje te willen worden. Ja, dus dat is uiteindelijk ook best wel voor haar een confrontatie. Van, hoeveel waarde heeft een meisje eigenlijk? En ik weet niet, toen we samen gingen winkelen en zo. Ik merkte dat bij haar. Kijk, dat was voor haar ook heel erg moeilijk. Ja. Sowieso. Maar ik zag wel dat bij haar iets. Ik weet niet, iets ging bloeien of zo. Dat ze het echt toch wel leuk vond om een dochter te hebben. Ja. En ze gaf je iets waarvan je wist. Op 18 verjaardag gaf ze me een haarspeld. Het even voor je aan invullen, maar. Ik was wel even flabbergasted. Ik wist eerst niet wat dat betekende. Maar zij zei van, je weet wat dit betekent. En dat was gewoon bam. Weet je, oké. Ja. Supermooi, toch? Ja. Nee, je moet pijn van tranen. Ik denk, we gaan zo afsluiten. Maar ik wil eigenlijk ook nog even eindigen met waarom jullie denken dat het zo belangrijk is om jullie verhaal hierover juist te doen. Want ik merk zelf, met mijn eigen boek bijvoorbeeld, het gaat heel erg over mijn seksualiteit, dat heel veel mensen daarmee geholpen zijn. Omdat ze denken, zo'n verhaal met iemand met Aziatische ouders hebben we nog niet gehoord. Dus, herkenbaar, ja. Heb jij dat ook zo? Ja, ik denk die herkenbaarheid, wat ik ook al tegen jou zei, dat boek laat ineens zien van, ik ben niet alleen. Ik ben niet de enige Aziat in een witte omgeving. Maar ik ben ook niet de enige gay Aziat. Dus je bent soort van, je valt dubbel buiten alles. En het is sowieso heel belangrijk om in de media gewoon herkenbaarheid te hebben. Vooral voor jonge mensen. Ik denk als wij dat boek misschien 10 jaar eerder hadden gehad, was het makkelijker geweest. Puur omdat je weet, ik ben niet alleen. Er zijn andere mensen en ik ben niet raar. Ja. Ik ben niet ziek, ik ben niet abnormaal. Ja. Ja. Ik denk juist ook omdat jullie verhalen voor zover een positief, ik wil zeggen een einde hebben, maar een positief verloop hebben, denk ik dat het extra belangrijk is, omdat het dat juist laat zien dat deze manieren kunnen ook, zeg maar. Dit is ook hoe Aziatische ouders kunnen denken en voelen en leven, zeg maar. Dus, ja. Ja, heb jij er nog gedachten over, Kei? Ik heb eigenlijk precies hetzelfde wat zij zegt. En ik denk dat het belangrijk is om te laten zien dat authentiek zijn belangrijk is. En alleen door jezelf te zijn kun je een echte relatie aangaan met je ouders. Ja. En kunnen je ouders geven om wie je echt bent. Je hebt niks aan valideren van een masker. Of een relatie aangaan met een masker. Dus ik vind dat heel belangrijk om dat te laten zien dat ook kan. Claire, heb jij nog een tip voor jonge LHBT'ers van Aziatische afkomst thuis? Oh, een tip? Ja. Ja, nou, uiteindelijk toch wel pride, toch? Ja. Hoe moeilijk het ook is. Ja. Lekker leven. Ja. Leven. Nou, super bedankt voor je verhalen. Ik ben wederom weer ontroerd geweest. Ik hoop dat jullie thuis ook heel veel hebben geleerd. Ik wel. We gaan vandaag weer afsluiten met een liedje van Colin Nijer en Robert Orvalo. Dus take it away. De wereld schudt me wakker. Uit de droom waarin jij nog bij me bent. Het gevoel, zei jij, het gevoel dat werd steeds zwakker. Toch wel vreed, hoe zelfs de liefde wendt. Maar weet dat ik kies om te dromen van jou. Ik kies om te dromen van jou.
kies om te dromen van jou. De hemel houdt me tegen. Wil ik zweven, dan plof ik op de grond. De liefde is een zilte regen. En mijn ziel de grote open wond. Maar weet dat ik kies om te dromen van jou, mijn lief. Ik kies om te dromen van jou. Ik kies om te dromen van jou. Onthoud dat ik koos om te dromen van jou, mijn lief. Koos om te dromen van jou. Koos om te dromen van jou, mijn lief. Ik koos om te dromen van jou.